Nee, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Nee. Riley. Wat doe je nou? Nee, die baal. Oh, nee! Hoe kan dit ineens zo spannend worden? Wat gebeurt er? Ja, ik weet echt niet wat ik moet gaan doen nu. Jongens, deze update is zo ongelooflijk saai. Het is onwerkelijk. Er is gewoon helemaal niks. Dit is nog van vorige week. Ik weet niet waarom dat er nu in staat. En er is een nieuwe set die echt vreselijk emo is. En ja, niet mijn stijl. Ik weet niet wat we gaan doen. Hoe moet ik hier... Het is altijd weer dan de vraag, hoe moet je hier dan een leuke video van gaan maken? Ik bedoel, ik wil wel een video online hebben natuurlijk. Ik zit hier niet voor niks al te wachten totdat die kut-update een keer klaar is. En dan krijgen we letterlijk niks. Het enige wat je kan doen is alles afmaken, maar ik heb dat dus al 3 weken af. Het is vreselijk. Het is echt vreselijk. Maar ja, weet je, we hebben altijd de champs nog. Maar ik wil niet dat het eentonig gaat worden of zo. Dus, maar goed, we gaan eventjes wat acties doen. Activiteiten. Hier ergens. Zullen we ze willen helpen? James Cloudmail, wat wil die? Speelgoedgeld, vast. Geen idee. Zal maar Marit roesten of dat hij dat leuk vindt. Ik heb al 407 wintermunten. En dat is... Ja, 408 nu dan. Maar dat heb ik voor volgend jaar. En ja, dat heb ik al genoeg waarschijnlijk voor volgend jaar. Dat is wel fijn. Ik doe deze ook altijd even elke dag. Want daar krijg je 5 XP voor. Het is niet veel, maar het is in ieder geval iets. Dus dan gaan we dat even gauw doen. En ja, ik had trouwens die sets van vorige week nog niet uitgecheckt. Ja, had ik wel uitgecheckt, maar niet in de video. Want ik was eerlijk gezegd dat ik te vergeten volgens mij. En die paarden, daar kunnen we ook nog wel even naar kijken. Heb ik ook een keer vergeten. Maar ja, ik weet dat ik ze toch niet ga kopen. Maar goed, we gaan eventjes deze dingetjes verzamelen. Dit is je laatste kans om deze week de wintersfeer en alles te verzamelen. Daarna gaat het winterdorp weg. Dit is echt de laatste week van dit jaar. Of nou ja, van deze kerst zeg maar. Dus ja, doe nog even gauw je best. Op zich kan je het wel snel. Ik heb hier 25.000, ik doe niet eens moeite. Nou, die 18.000 heb ik nooit meer moeite gedaan om het te verzamelen. Dus in dat opzicht heb ik best wel veel verzameld, terwijl ik helemaal niet echt mee bezig was. Dus je kan het best wel snel verzamelen. Wat wil ik nou doen? Oh ja, daar de kraampjes. En nog even langs die paarden. Ja, dat gaan we nog even doen. Nou ja, dat waren deze. Deze vind ik totaal niet mooi. Vind ik niet mooi. Hij is oerlelijk. Ja, vind ik. Whatever. Deze vind ik ook niet zo. Ik vind de kleur wel leuk. Als hij nou alleen die grijze manen nog had, had ik hem wellicht misschien gekocht. Maar ik vind dat bruin niet zo mooi. Dus dan houdt het op alweer voor dit paard. Deze paarden hebben ook allemaal nog korting. Dat is straks natuurlijk ook weg. We hebben natuurlijk oliebol gekocht. Deze had ik al. Deze, ja... Ja, ik vind hem erg duur, eerlijk gezegd. Ik ga hem niet kopen. Als ik hotel de botel ervan was, dan was ik er wel snel voor verkocht. Maar helaas, dat ben ik niet. Dus hij gaat lekker niet mee naar huis. Vergeet ook de kerstboom cadeautjes niet allemaal te openen op al je accounts. Het is allemaal gratis, dus vergeet dat niet even te doen nog deze week. Dan... Oh ja, we wouden... Jeetje, ik vergeet nu alweer wat ik wou doen. Terwijl er helemaal niet zoveel te doen is eigenlijk. Oh mijn god. We gaan even naar dit zo. Hier ergens heb je kraampjes. Oh ja, wacht. Hier links. Ik ben het winter ook wel een beetje zat nu hoor. Het is wel goed. Ik ben er klaar mee. Echt. Oké, hier hebben we die sets. Dit zijn die oudjaarssets. Ik vond hem eigenlijk wel schattig met... al die glitters. Dit vond ik wel leuk. Maar ik draag zelf geen jurkjes in Star Stable. Verder, ja, dit is gewoon een normaal zadel. Even kijken. Ik zie niks. Ja, gewoon een normaal zadel.
normaal allemaal een beetje. Dus ja. Hier verder niks. Waar staat die emo set dan te koop? Een normale winkel, denk ik. Gaan we daar even koekeloeren, toch? Ja, we hebben toch niet zo heel veel te doen. Eigenlijk. Echt saai. Ik had echt minstens verwacht dat we nog even wat extra dingen konden doen. Maar ja. Nee, helaas. Dat is niet het geval. Waar is de... Niet deze. Ik zie niet. Nee, ook niet. God, het is altijd een enige zoek. Daar die... kraampjes. Ook niet. Godverdomme. Oh, dan is het deze, denk ik. Ja, oké. Okay. Even koekeloeren hoor. Deze is wel vet. Dit broek is heftig, maar wel leuk. Ik vind deze op zich ook wel leuk. Met die steentjes. En dat jasje kan in principe eigenlijk altijd wel. Dat is gewoon basic zwart. Dat is wel nice. Deze vind ik ook wel grappig eigenlijk. Maar dit kan je volgens mij volgende week ook nog halen. In de totaalwinkel. En daarna niet meer. We kunnen ook gaan shopping spreeën. Want ik wil hier nog wel wat van, denk ik. Deze is op zich best wel schattig. Vind je niet? Ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Oh, ik heb best wel heel veel Jorvik shillingen. Hoeveel heb ik? Oh, bijna 10.000. Nou, dan kunnen we sowieso één ding kopen. Ik zou dit nooit als hele set aandoen, maar... Zo, dit ding apart bijvoorbeeld. Het is echt duur, zo. Jezus. Echt niet normaal. Weet je wat ik graag wil? Dat Star Stable de limiet van de 10.000 Jorvik shillingen een keer eraf gaat halen. Dat is echt mijn grootste wens. Oprecht. Ik vind deze echt best wel vet. Ik denk dat ik eventjes... Oh, ik heb deze helemaal niet geclaimd, joh. Dat kan niet. Godver. Ah. Ja, hoe gaan we dit nou oplossen? Kutzooi. Weet je, dit soort updates zijn echt... Ja, daar raak ik mijn motivatie weer een beetje van kwijt, want... Hoppatee. Oh, heb ik nu genoeg? Ja. Want, ja, wat de fuck moet je doen, weet je wel? Je hebt letterlijk... Ja, ik vind dit jasje echt nice. Heel nice. Ik bedoel, ik heb letterlijk... Ja, je hebt niks te doen. Je hebt gewoon niks te doen. En dan moeten wij als YouTubers natuurlijk maar gewoon kijken of we iets leuks kunnen verzinnen. En dat gaat altijd wel goed, hoor. Het is niet dat ik het niet kan, maar... Ja, we hebben over 10 minuten Moreland Champ. Ik ga proberen om een mega shortcut aan jullie te laten zien. Of een boost. Dat ga ik even proberen. Maar het kan best zijn dat het niet lukt. Maar anyways, ik ga het wel gewoon doen. We gaan terug naar de ingang. Even al die zooi alvast uit. Want we pakken wel even een ander paard. Ik kan hem ook alvast even oefenen. Dan kunnen we misschien daar... Kan ik het misschien laten zien. Oké, we zijn bij de Moreland Champ. Hij begint over 10 minuten zoals je ziet. Dus... Dat duurt nog even, maar ik wil jullie eventjes laten zien. Of kloeren of ik het kan laten zien. Oké, dit moet je zo nemen. Kijk, hij kan altijd beter. Begrijp me niet verkeerd. Kan zeker altijd beter. Maar ja, het is altijd maar weer vraag of dat hele champ goed gaat, zeg maar. Oh. En dan vooral... Kijk, ik heb prestatiedruk of zo. Dus altijd met de champ zelf dan... Kijk, dit is ook niet helemaal goed. Maar dan gaat het ineens fout. Dat is echt iets voor mij. Het is vreselijk. Ik heb mijn blikveld ook niet ideaal staan trouwens nu. Maar dit is even inkomen. Ik doe dit waarschijnlijk 100 keer voordat ik het eindelijk keer goed heb. En straks heb je natuurlijk ook nog extra lag. In ieder geval ik wel altijd. Als de champ er is. Dus dat is extra vervelend. Maar ja. Het heeft als het goed is iedereen. Dus het scheelt wel weer. En ze hebben vast ook nog snellere manieren. Bladibla. Ik doe het altijd zo. Ik doe dit mocht wel iets beter. Maar let op hè, dit. Nee! Oh, kut. Oh nee, oké, wacht. Oké, probeer mij gewoon na te doen. Nee, niet goed. Niet goed. Ook niet goed.
Niet goed. Echt, ik... Het is een kunst, hoor. Het is vreselijk. Niet goed. Dit is iets beter, maar goed, whatever. Waarom spring ik niet? Hallo! Godverdorie. Dat is beter, hoppatee. 3 jaar later. Dit bord staat nu wel een beetje in de weg. Hier kan je gewoon langsheen. Hier overheen. Normaal moet je dan niet vallen. Springt erop en dan doe je dit. Ja, dat bedoel ik. Oh my god. Ik ben 1 minuut 16, dat is mijn record. Zo ongeveer. Hoe dan? Oké. Nou, het staat in ieder geval op beeld. Daar ben ik al lang blij mee. Nou, hopen dat die straks de echte jump ook goed gaat. Ik ben net op tijd, want de timer gaat nu al af. Dus je kan... inschrijven. We gaan het nu proberen om te kijken of het ook lukt in de champ. Dus ik ben benieuwd. Iwa, Jessie is er ook. Waar is zij? Hallo? Daar! Haha! Ze doet zij ook opnemen? Sowieso wel. Hallo? op Bolt. Hallo Bolt. Zij denkt ook wat een kut-update. Zij denkt ook, godverdomme, wat een scheid-update. Ik ga gewoon champ doen, anders weet ik het ook niet. Ja, weet je. Het is vreselijk. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Want we hebben vrijwel bijna altijd dezelfde manier van denken. Dus het zal best kunnen dat zij nu ook denkt van, weet je wat. Ik weet dat mijn vlecht op mijn rug zit. Het is vreselijk. Nee, oh, ik heb hem niet goed gepakt hoor. Nee, oh! Wie was dat? Zag je dat? Holy shit. Zo, die pakte die boost echt zelfs te erg gewoon. Maar nu wil ik wel winnen van Jessie natuurlijk. Anders dan ga ik helemaal... Oh, nee! Ren door. Oh my god, stress. Ja, nee, ik moet nu wel winnen. Want de laatste keer dat ik met Jessie champ deed, toen heb ik verloren. Toen moest ik Inzie het paard kopen. Ja. Nou moet ik wel winnen eigenlijk, joh. Maar we doen ons best. Het zou wel leuk zijn. Volgens mij was het iemand van mijn club net die keihard vloog. Nee! Mijn paard gaat naar rechts. Waarom doet hij dat? Oh, mijn god. Stress. Nou, ik heb nu wel hoge druk. Prestatiedruk weer. Nee, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Nee, nee, nee. Riley. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Nee, die baal. Oh, nee! Hoe kan dit ineens zo spannend worden? Wat gebeurt er? Het gaat helemaal fout. Mijn leven in een notendop, letterlijk. Oh. Riley, je kan het! Ja, nee, ik kan het niet. Nee. Ja! Oh, ik ben wel eerste. Ah. Oh mijn god. Dit ging helemaal fout. Ja, dit ging niet goed. Oh. Oh mijn god, ik heb helemaal stress. Nou, zo moet het dus niet. Ik ben wel eerste, maar zo moet het niet. Dat was niet helemaal de planning. Ik heb jullie in ieder geval net laten zien hoe het in principe wel zou moeten. Maar goed. Vooralsnog eerste, dus ik klaag nergens over. Ik klaag alleen over deze verschrikkelijk leuke update. Dit is alweer direct de leukste update van het jaar. En ik weet zeker dat er geen leukere update gaat komen dit jaar. Ja, Star Stable bedankt maar weer. Jongens, ik wil jullie ook bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit alsnog leuk, ook al is de update echt ruk. Vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet niet even te liken en een reactie achter te laten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Toedeloe!